Het is in korte tijd enorm populair geworden. En niet alleen in Groningen. GrunTV. Filmpjes waarin bekende fragmenten een Groningse draai krijgen. Wat is de voestregel van een cameraman? Wijd nooit, een cameraman proot nooit. TVNoord is toch een olle lullenzender? Ik wil de kouwnavel van Kamp in Schapenklooster hebben. Gooi in FC Grun, spoilers. No toestand in Grun. Wel is hier de rapzender. Stoist dan blauw-wief te filmen? Is hem nog nooit? Ja, en de maker van GrunTV zit hier aan tafel, Erik Bats. Welkom, Erik. Ja, we kennen je natuurlijk als presentator, hè, van de Café Martini op Radio Noord, maar je doet dus veel meer. Wat is jouw drijfveer om GrunTV te maken? Ja, het is ooit begonnen een paar maanden geleden toen Bram Douwers een actie startte, onder de titel weer om. Omdat wij Groningers eigenlijk op de landelijke tv altijd worden ondertiteld. Of we nou Nederlands praten of Gronings, altijd die ondertiteling. Daar zijn we natuurlijk zat van als Groningers. Dus wij dachten, ja, daar moeten we iets mee doen. Wij gaan Hollanders ondertitelen voortaan. Dus ik heb toen Bram een filmpje gestuurd. Dat ging toen over de A-team, de Amerikaanse tv-serie. En dat heb ik in het Gronings ondertiteld. En toen dacht ik van ja, daar moeten we eigenlijk nog meer mee doen. We kunnen ook gaan nasynchroniseren. Dus daar ben ik mee aan de slag gegaan. Met als resultaat dat heel veel mensen, ook buiten Groningen, dat gewoon... Ja, geweldig. Het is heel erg populair. Want gisteravond heb je volgens mij de champagnefles ontkeurd. Maar je hebt 10.000 likes inmiddels op Facebook. Ja. En jouw filmpjes worden wat duizenden keren gedeeld en bekeken. Ja, en ook door jonge mensen vooral. Dat is natuurlijk heel erg leuk. Want wij zeggen steeds van ja, de Groningse taal leeft niet meer onder jongeren. Maar dat is dus het tegendeel blijkt waar te zijn. Want jongeren vinden het prachtig. Die gaan het naar elkaar doorsturen. Het laatste filmpje die ik online gezet heb gisteren, die is al 6.000 keer gedeeld, bijvoorbeeld. Moet je nagaan. Ja. Nu is tv maken is buitengewoon arbeidsintensief. Doe je dit in je eentje of heb je hulp van anderen erbij? Nee, ik doe het in mijn eentje, op mijn zolderkamer. Kijk, ja. Echt waar? Ja, echt waar. Kijk, dit ben je dan, hè? Zo ben je dan aan het werk? Ja, dat was vanmiddag. Met een van je filmpjes? Ja, ja. Moet je nagaan. En hoeveel tijd steek je hier nou in? Ja, dat hangt er vanaf. Kijk, het begint bij een idee. En het idee is vaak ook het meest tijdrovend. Want je moet iets gaan bedenken. En als ik het eenmaal heb in mijn hoofd en ik moet het dan maken, dan is het binnen een paar uurtjes wel klaar. Ja. Maar het is wel intensief. Ja. En voor wie maak je dat nou eigenlijk? Nou, ik ben begonnen voor mijn kleine vriendenkring. Iets van 60 vrienden op Facebook. En, je hebt er heel veel bij gekregen. Ik heb er heel veel bij gekregen de laatste weken. Ja, erg leuk. Ja. Is het nou gewoon een liefhebberij? Of heb je misschien nog wel een groter doel voor ogen? Ja, er zit geen businessmodel of verdienmodel achter of zo. Nee. Het is gewoon één grote grap. En dat blijft er denk ik ook. Alleen ja, als het zo'n vlucht gaat nemen, dat verwacht je niet. En dan ga je toch denken van ja, moet ik dat misschien gaan uitbreiden? Moet ik misschien meer content plaatsen op de Facebookpagina? Moet ik nog een YouTube-pagina beginnen? Ja, wie weet. Ja, we gaan even naar je filmpjes kijken. We hebben gevraagd aan jou van neem eens 2 favoriete filmpjes van jou mee. Dit zijn ze. Ze zijn de roeder sponsen. Triet nou wat. Zeker wat ingrediënten vergeten. Wacht eens even. Ik wou wat. Poeperoepoe. De aaienbal is oud. Oh ja, Martini Toren. Ja, rollen griezen. Ja, wasje. Ja. En gas. De naam. Oh ja. Aardbeving, hem zo hier, ja. Nee, oh wait, geen aardbeving, stop. Ik heb gewoon helm, Bimi. Dekking, Ja, Grover van Sesamstraat. Kijk, de wereld draait door, heeft Lucky TV. Dit is denk ik een beetje Groningse Lucky TV, of niet? Het is een beetje een knipoog naar Lucky TV, klopt, ja. 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 En heb je nu ook al een idee voor deze week? Ik zit wel ergens aan te denken en... Ja, het is wel uiterst geheim nog even. Ik heb het vandaag gehoord. Ja? Het schijnt dat de president van Amerika, Obama... Die schijnt een Groningse broer te hebben. Het kan ook een neef zijn, een broer. Ja. En die zingt in het Gronings. Daar gaan we iets mee doen bij GrunTV. Er zijn mensen die dit nu geloven, hè? Dat weet je. Ja, dat weet ik. Ik ben heel benieuwd naar je filmpje. Oké. Erik Bats, dankjewel voor GrunTV.